Breng je pH-waarde in balans. Breng je pH-waarde in balans. Eten is een van de meest fundamentele manieren waarop je lichaam verzuring tegengaat en de pH-waarde in balans houdt. Wanneer je eens kijkt naar het lijstje van dingen die je dagelijks consumeert, zul je waarschijnlijk zien dat de meeste producten de lichamelijke pH-waarde verlagen of de zuurgraad juist verhogen. Wat houdt dit in? Wanneer deze voedingsmiddelen in je lichaam terechtkomen, kunnen ze een negatief effect op het lichaam hebben waar je beslist rekening mee moet houden. Dit kan er namelijk voor zorgen dat je lichaam vatbaar wordt voor vele soorten ernstige aandoeningen. Om dit proces beter te begrijpen, is het belangrijk om te weten dat de pH-waarde in je lichaam een zeer belangrijke rol speelt voor je algehele gezondheid. De pH-waarde kan liggen tussen de 1 en 14, waarbij een pH-waarde van 1 betekent dat je lichaam erg zuur is en een waarde van 14 dat je lichaam juist erg alkalisch is. Bij een goede gezondheid hoort een lichamelijk pH-waarde die ongeveer tussen de 7,35 en 7,45 ligt. Onze hedendaagse leefstijl en vooral onze voedselkeuzes kunnen onze lichamelijke pH-waarde echter aanzienlijk verstoren, waarbij het lichaam vaak juist zuurder wordt in plaats van alkalischer. Het is dan ook zeer belangrijk om betere eetgewoontes te ontwikkelen en meer voedsel te consumeren dat alkalische eigenschappen heeft, wat toevallig ook kan helpen tegen brandend maagzuur. Vier manieren om verzuring van het lichaam tegen te gaan. Voeding, zoals we hierboven al aangeven, is wat je eet erg belangrijk voor het reguleren van de zuurgraad in je lichaam en om je pH-waarde in balans te houden. Daarom is het handig om te weten welke voedselsoorten je lichaam zuurder maken en welke de pH-waarde kunnen verhogen, waardoor het alkalischer wordt. Je bent wat je eet, dit hebben we al meerdere malen gezegd en dat zullen we ook blijven doen. Daarom moet je meer alkalische voedingwaren in je dagelijkse dieet opnemen, dingen die rijk zijn aan kalium, magnesium en calcium. Enkele van de meer alkalische voedingsmiddelen zijn fruit, groenten, vooral bladgroenten, granen en honing. Enkele van de zuurdere voedingwaren zijn zuivel, kaas, rood vlees, geraffineerde granen, witte suiker, thee en koffie. Lichaamsbeweging. Wanneer je een overwegend sedentaire leefstijl hebt, dan vertragen hierdoor de lichamelijke processen en dit zorgt ervoor dat het lastiger wordt om je pH-waarde in balans te houden. Deskundigen raden daarom aan om een dieet- en trainingsschema aan te houden dat geschikt is voor je leeftijd en lichamelijke fitheid. Hierdoor wordt je stofwisseling geactiveerd, wat de eliminatie van gifstoffen stimuleert en ervoor zorgt dat je organen efficiënter functioneren. Ontgift je lichaam. Het regelmatig ontgiften van je lichaam is de sleutel tot het tegengaan van een te hoge zuurgraad in je lichaam. Bovendien kan het ook helpen vele soorten ziektes te voorkomen. Een opeenstapeling van gifstoffen zorgt ervoor dat de pH-waarde omlaag gaat en het is dan ook belangrijk om deze gifstoffen te verwijderen als je wilt dat je lichaam gezond is. Je lichaam zuiveren door middel van verse smoothies en kruidenthee is een ideale manier om de pH-waarde weer op rails te krijgen. Emotionele balans. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie,
WHO, houdt het hebben van een gezond lichaam in dat zowel je lichamelijke als je mentale welzijn in orde zijn en je bovendien in een gezonde sociale omgeving verkeert. Een gezonde geest betekent een gezond lichaam en vice versa. Wanneer we ons laten meeslepen door stress kunnen de hormonen in ons lichaam niet naar behoren functioneren, wat ervoor kan zorgen dat gifstoffen zich in het lichaam opstapelen. Als je je pH-waarde wilt verhogen, is het belangrijk om stress tegen te gaan en je emotionele welzijn in balans te houden. Twee smoothies die verzuring van het lichaam tegengaan en de pH-waarde kunnen verhogen. 1. Hydraterende groene smoothie. Deze heerlijke smoothie is rijk aan vitamines en mineralen en geeft je een bom van energie om de dag goed mee door te komen. Daarnaast kan de smoothie helpen de pH-waarde te verhogen, gifstoffen te verwijderen en je lichaam te hydrateren. Ingrediënten: 10 clementines, 1/2 ananas, een handje verse basilicum, een handje verse spinazie, romaïnesla of peterselie. Hoe maak je de smoothie? Snijd de clementines en ananas in blokjes en doe beide vruchten samen met de bladgroenten in de blender. Mix alle ingrediënten enkele minuten door elkaar en drink de drank vervolgens wanneer deze koud is, bij voorkeur op een lege maag. Spinazie smoothie. Groene bladgroenten zitten boordevol vezels, vitamines en mineralen die de spijsvertering verbeteren en gifstoffen uit het lichaam verwijderen. Deze spinazie smoothie brengt de pH-waarde in balans en verbetert tegelijkertijd je algehele gezondheid en voorkomt ziektes. Ingrediënten: 6 tot 8 blaadjes spinazie, 1 kop blauwe druiven, 1 middelgrote sinaasappel, gepeld 1 banaan, 2 koppen water. Hoe maak je de smoothie? Doe alle ingrediënten samen in de blender en mix ze enkele minuten door elkaar tot er een glad mengsel ontstaat. Drink deze smoothie vervolgens op een lege maag.